Goedemiddag, de makelaars. Met Marjolein Brog. Marjolein Brog is tophandbalster, student en werkt ook nog eens een keer op een makelaarskantoor. Geen minuut van de dag laat ze onbenut. En dat is bijna een onmogelijke spagaat als je in alles de beste wil zijn. Op het werk is ze goedlachs en vriendelijk. In het veld maken de tegenstanders kennis met de andere Marjolein. In het veld is het gewoon heel anders. In het veld ben je denk ik ook wel een heel ander persoon. Stukje ja, gewoon beleving, agressiviteit in het veld. Ja, je wilt toch winnen. Of de tegenstander mij nou aardig vindt, ja of nee. Dat kan me op dat moment niet zo heel veel schelen. Het gaat mij erom dat wij die wedstrijd winnen. Na de wedstrijd in de kantine, dan bied ik wel mijn excuses aan als dat zo moet zijn. Maar toch is het lastig. Ze is 23 jaar en dat is voor een tophandbalster al oud. Want als je niet naar het buitenland gaat, is handbal eigenlijk onmogelijk in Nederland. Hoewel fysiek de beste jaren nog moeten komen, denkt ze al aan stoppen. Je kan niet fulltime werken. Je hebt ook nog een studie. Je wil ook een huis voor jezelf kopen of op jezelf gaan wonen. Handbal is iets wat je in je vrije tijd doet. Maar goed, het brengt natuurlijk ook alweer heel veel leuke momenten met zich mee. Voor haar mooiste handbalherinnering moeten we terug naar 2007... toen Quinte speelde tegen de Russische topploeg Zvenigorod. Ja, Rusland, onder leiding van René Romein. Het was echt fantastisch. En ook de thuiswedstrijd tegen de Russen toen. Toen zat de wedstrijd echt helemaal vol. Het was echt zo geweldig. Dat is echt... Die herinnering kwam ook helemaal terug toen we afgelopen zaterdag tegen de Denen speelden. En natuurlijk wil Quintus volgend jaar weer de Europacup spelen. En moeten ze misschien wel op zoek naar een rijke Westlander die hem wil steunen. De geldschieters zijn welkom. Goed, die moeten er wel zijn. Dus bij deze...